Kuik werd op maandag 18 september 1944 bevrijd. Op de avond van de nationale dodenherdenking op 4 mei om 21 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig meer dan 130 voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Ook in Schouwburg Kuik was een indringende voorstelling te zien onder leiding van Berry Reijnen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september om 19 uur is er een speciale uitzending van 55 minuten te zien bij Omroep Land van Kuik. Onze behoeften deden we in het stro. We hadden veel zieken en 8 doden. Op de station konden we door de luchtgaten zien hoe onze bewakers eten en koffie kregen. Aan het einde van het perron was de hemel rood gekleurd. Mengele arriveerde jolig en kranig, de duim in zijn broekriem gestoken. Vriendelijk knikte hij naar de kinderen die hem oom noemden, alvorens zij in het laboratorium in stukken werden gesneden. Het verzet bestond voornamelijk hieruit dat wij probeerden solidair te blijven met elkaar. Bovendien verzamelden wij documentatiemateriaal over de gebeurtenissen in het kamp en begroeven deze bewijsstukken in blikken bussen. De voorstelling bestaat uit losstaande scènes die samen het landelijk herdenkingsthema weergeven. Zo komt onder andere het Auschwitz-proces aan bod, waarbij oorlogsmisdadigers die actief waren in het concentratiekamp werden terechtgesteld. De live muziek tussendoor vormt een verlichting, een rustmoment, om zo de avond niet te zwaar te maken. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze voorstelling. We wilden u een spiegel ophouden. Niet alleen zeggen, kijk eens wat zij deden, maar vooral ook, kijk eens wat wij nu doen.